Wim, als je nou terugblikt op afgelopen jaar, wat is dan voor jou het absolute sportieve hoogtepunt? Max Verstappen. Ik vind dat zo geweldig, weet je. Ik heb er geen verstand van. Maar ik kan zien dat hij goed is. Ik ben natuurlijk ook chauvinistisch, maar dan heb je ook bij Messi met voetbal, als je geen verstand hebt, dat Messi goed is. Het is altijd leuk als je een idool hebt, ook met de Daphne Schippers. Dat zijn wereldsterren. Ja. En dat kennen wij eigenlijk helemaal niet. Maar hij doet dat, die Max. Weet je, daar staat hij daar weer een overspannen verslaggever van de week, die helemaal blij was in zijn enthousiasme en dit. En die zegt, nou, ik weet niet waar ik moet beginnen. En toen zegt hij, nou ja, begin gewoon bij het begin. Er staan hier mensen in dit vierkantje, internationale pers, staan te springen, staan te juichen. Ik spreek iemand van TV Globo, die noemt jou Senna. Waar moet ik beginnen met jou? Bij de race, bij de start. Denk je dat verstandig zijn? Zie het, wat is voor jou het absolute sportieve hoogtepunt als je terugblikt op het afgelopen jaar? Ik weet niet of je dat een sportief hoogtepunt mag noemen, maar Cruijff overleed op 24 maart. En op 2 april was er, een week later dus, de Clásico, Barcelona-Real Madrid. Ja. En terwijl de spelers in de tunnel staan, wordt er een filmpje getoond. En dan komen alle spelers uit de periode Cruijff komen langs. En die zeggen allemaal iets wat zij van Cruijff geleerd hebben. Oh ja? En daarna zeggen ze allemaal, gracias, Johan. Gracias, Johan. Gracias, Johan. Gracias, Johan. Gracias, Johan. Gracias, Johan. Bedankt, Johan. En dan komen die spelers uit de tunnel het veld op. En dan zie je daar ook staan, in mozaïek uitgebeeld, gracias, Johan. En daarna komt er een minuut stilte. 99.500 zoveel mensen kunnen in dat stadion. Heb je wel eens 99.500 mensen stil horen zijn? Nou, dat was toen. Un minuto. Gracias. Johan. Een minuut stilte. Jordi Cruijff. Zijn zoon. Maar het is wel gek eigenlijk ook dat jouw focus ineens wat dat betreft niet eens meer per definitie op voetbal ligt. Ja. Ik zit er zo lang in het voetbal, jongen. Ja, komt je neus uit. Nee, maar goed, kijk, het is natuurlijk altijd leuk om dat Spaanse voetbal te zien. En ja. Ik ben hartstikke blij met die Engelse rechter nu er ook weer bij. Maar met name dat Spaanse voetbal is natuurlijk ook groot. Je wordt blij van Real Madrid, Atletico Madrid en Barcelona. Ja, het is echt wel leuk. Hey, en het handbal, heb je dat een beetje... Ja, Jack met die dames, hè. Dat was echt Jack gek, is schaamteloos. Ja, Jack ja. is echt schaamteloos. Ja, ja. En Wim, heb jij voor de sequel kijken nog een leuk cadeau? Ja, is heel toevallig. Boekje bij je? Boekje bij me. Nou, dat is wel leuk, maar dan moet je wel even signeren. Kunnen we die cadeau geven? Het is natuurlijk een beetje van de gekke dat er een boek komt over een commentator zoals ik. Ja, maar ook wel weer leuk. Ga je hem nog signeren? Ik ga hem signeren als ik weet voor wie die is. Oké, dus zodra de winnaar bekend is, dan zit jij persoonlijk erbij. Absoluut. Voor lalala met een verhaaltje erbij. En hij of zij mag hem nog komen halen ook in de bodega. Nou, dat vind ik een leuk idee. Is dat wat? Lijkt me wel. Dankjewel, Siert.